Vanuit de horeca ben ik overgegaan naar de jeugdzorg. En uiteindelijk in het onderwijs terechtgekomen. Ik ben eigenlijk altijd aan het zoeken naar van wat kunnen we doen wat een klein beetje realistische werkzaamheden zijn, zodat ze vast een klein beetje kunnen proeven van het werk in de horeca. Je moet de lat niet te hoog leggen, absoluut niet, maar altijd blijven kijken naar wat kan deze leerling wel en wat kunnen we daar uiteindelijk mee doen. Ja, er zijn een paar dingen die voor mij altijd heel belangrijk zijn. Dat is probeer echt goed te luisteren naar de jongeren. Probeer te doen wat je zegt. En vertel ook vooral wat je doet, dus dat er geen onduidelijkheid is. Heel belangrijk, wat je geeft, krijg je terug. Op het moment dat je de overstap maakt naar de zorg, zul je zeker positief verrast worden.